belangrijke persoon in deze wereld. Wie was dat? Vladimir Poetin. Ah, nou, wat schreef u aan Vladimir Poetin? Nou, moet ik het voorlezen? Gaarne. Lotgenoot. Als 91-jarige Europeaan met nog maar weinig jaren te gaan, kijk ik bedroefd naar de wereld van nu. En dat zal wellicht ook voor u gelden. Ruim 73 jaar na de verschrikkelijke oorlog tegen Nazi-Duitsland verkeren de overwinnaars van toen in een koude oorlog. In die overwinning heeft Rusland de hoofdrol gehad. In 1987 hebben de presidenten van Rusland en de USA het INF-vredesverdrag gesloten. Dat betekende in zekere zin het einde van de Koude Oorlog. Daardoor werden die kruisraketten hier niet geplaatst. Als het voornemen van president Trump doorgaat om dit verdrag op te zeggen, zal een nieuwe kostbare wapenwetdood ontstaan. Dit gaat ten koste van betere bestedingen voor onze medeburgers. En het verhoogt het risico van een militaire confrontatie met catastrofale gevolgen. Vandaar mijn bedroefdheid over de wereld waarin u en ik leven. De Russische cultuur behoort bij de Europese. Gelet bijvoorbeeld op de literatuur, de muziek, de dans en de beeldende kunst. Het land heeft zich de afgelopen zomer bij de wereldkampioenschappen voetbal zonder problemen gastvrij opengesteld voor buitenlanders. U hebt de chaos in Rusland onder uw voorganger weten te overwinnen. Dat heeft u grote populariteit bezorgd onder uw landgenoten. U bent nu een van de zeer weinige machtige mensen op aarde. Dat maakt het u mogelijk om ook impopulaire concessies te doen. Bij het vinden van compromissen over geschilpunten met de Europese Unie en de NATO. Daarmee zou u de vrede en het welzijn van de burgers in Europa op historische wijze dienen. Het woord Mir in uw voornaam stemt mij hoopvol. Ik wens u veel succes en Mir in het nieuwe jaar. Met hartelijke groeten, Albert Gieterink, Almelo. Dat is mijn brief. Ja.